Wat kunnen we nu nog doen? Ik weet het niet. We zijn echt diep in de pinari. Oh, wie zou dat nu zijn? Hallo, met de Sint? Dag beste Sint. Op Sint-Bavo zijn we weer volop bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas. Je komt toch ook dit jaar, beste Sint? Ah, meneer Verbrugge. Mijn goede oude vriend. Natuurlijk kom ik naar mijn lievelingsschool. Schitterend. Heb je trouwens al genoeg cadeaus voor al die brave leerlingen hier? Eigenlijk niet. We hebben een probleempje. Al mijn cadeaus zijn verdwenen. Ik weet niet hoe ik iedereen nu een cadeautje kan geven en iedereen blij kan maken dit jaar. Sinterklaas is totaal verpest. Ai, ai, ai. Ja, wat zouden we daar kunnen aan doen? Dat is echt een probleem. Ah, maar misschien dat wij kunnen helpen. We zijn met zoveel leerlingen en misschien kunnen we wel een inzamelactie doen, zodanig dat we voor iedereen toch een cadeautje zouden kunnen hebben. Zou dat helpen? Wat? Oh, dat zou super zijn. Maar waarom zou je dit allemaal willen doen voor mij? Ik begrijp het niet. Ah, al die jaren dat je hier al langskomt bij ons op school en nu kun je... Vraag eens iets aan ons en kunnen we eindelijk eens iets terug doen. Dat zou we eigenlijk wel tof vinden om iets terug te doen. En dan krijgen al die leerlingen ook een cadeautje. Dus dat zou eigenlijk wel tof zijn. Misschien moet je een filmpje opnemen waarin je alle leerlingen oproept om een cadeautje te geven. Ah, oké, is goed. Ik zal een filmpje opnemen met mijn goede vriend, Naïeve Piet. Ah, geweldig. Dag lieve kinderen van Bavo. Wij hebben jullie hulp nodig. Al onze pakjes zijn gestolen door de kerstman. Daarom willen wij jullie vragen om zoveel mogelijk pakjes te verzamelen. Kunnen jullie ons helpen pakjes verzamelen? Elk pakje is goud waard. En er valt iets te winnen. De gratis meester van Bavo krijgt een grote verdeling. Doe alvast jullie best. Wij rekenen op jullie leerlingen. Toi, toi, toi!